Alsjeblieft. Laat me nog heel even een kopje koffie drinken. Ik heb gisteren ook al de hele dag rondgerend. Ik zoek wel een andere werkgever. Lui, respectloos, niet loyaal, snel afgeleid. Een aantal vooroordelen die heersen rondom de generatie die tussen 1980 en 2000 geboren is. Oftewel de millennials. Maar wat is hier nou eigenlijk van waar? Want ze schijnen ook super creatief te zijn, flexibel en digitale skills te hebben. Ik ga het de millennials zelf maar eens even vragen. Hoe oud ben jij? 28. Moest je wel best wel lang over nadenken, maar je bent ook al best wel oud. Weet je wat een millennial is? Ik dacht dat millennial, dat je dan echt bent opgegroeid met internet. En ik was al wel wat ouder toen er internet was. Als je opgegroeid bent in de zero's. En wat? Een millennial. Wat is dat? Moet ik dat kennen? Verschillende baantjes hebben, dat we daardoor lijken alsof we niet loyaal zijn. Wij kijken meer naar zelfontwikkeling en zijn daar misschien iets egocentrischer in. Ik moet wel zeggen, iets van onze generatie is dat wij niet langer dan 3 jaar ergens blijven zitten. Dus vinden ze jou lui? Nee, want ik werk net zo hard als hun eigenlijk, alleen op mijn manier. Onze generatie zeggen dat we allemaal heel graag flex willen werken en allemaal zo graag mogelijk een heel kort contract willen hebben. Ik hou toch best wel van een beetje zekerheid, wil ik zeggen. Ja, ik studeer er ook nog naast. En hoeveel uur maak je in de week, denk je? In drukke weken maak ik 60. Zijn jullie flexibeler, denk je, dan je ouders? Ik denk dat millennials wel wat opportunistischer zijn dan de vorige generaties. Ja, denk ik ook. Wat denk jij dat ouderen denken over die generatie? Ja, ik denk wel dat zij vinden dat ze harder hebben gewerkt, altijd harder moeten werken dan wij. Nou, elke generatie heeft zich altijd zorgen gemaakt om de generatie daarna. En het is nog altijd goed gekomen, want het is altijd zo geweest. Op Facebook en Twitter en Instagram tijdens het werk? Als het... Ja, betekent dat. Ik heb er ruimte voor. Heb jij goede digitale skills? Niet bijzonder. Nee, ik weet net hoe ik Word moet openen, maar daar is dan ook wel echt een beetje alles mee gezegd. Hier zijn een heleboel vooroordelen rondom de millennials, maar die blijken dus niet allemaal te kloppen. Misschien dat we een tikkeltje snel afgeleid zijn, maar ja, dat komt omdat we ook heel veel nieuwe impulsen hebben. Instagram, Twitter, Snapchat, noem maar op. En als ik naar mezelf kijk, volgens mij ben ik gewoon aan het doen wat ik leuk vind. En dat kan over 2 jaar weer heel wat anders zijn. Ik zie jullie later. Doei! Nou, gelukkig zijn er nog een heleboel bedrijven die zich niet laten leiden door vooroordelen. Dus check youngcapital.nl voor vacatures. Je kunt natuurlijk nog meer te weten komen over dit onderwerp door naar de Young Capital blog te gaan. Want daar staan nog honderden artikelen. En het is ook leuk als je even abonneert op dit YouTube kanaal. Later!